alles wat ik doe, al die showfoto's. Uiteindelijk is dit... Is dit waar het om gaat? Ja. Lieve mensen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Fred's Fotoboek. En dit keer met die heerlijke Tony. Hallo. En jullie denken, wat gaan we doen dan? Nou, ik heb zijn hele Instagram-account uitgeprint. Heb ik lopen knippen. Wat een werk. Wat een werk. En daar gaan we het over hebben. En straks gaan we dus een foto namaken. En die komt dan in mijn fotoboek. Hoe leuk is dat? Welke wordt dat? Dat weet ik ook nog niet. Dat is een verrassing. Okay. Oh. Ik vind het superleuk dat ik jou zie. We hebben al tijdens contact via stories. Ja. Af en toe bellen we. En nu zit ik naast je. Vind ik echt nu leuk. Zit je naast me. Oh, ik heb er jarenlang van gedroomd. Ik vind hem heel knap. De eerste foto. Ja. Dat was 26 mei 2014. Dat was deze foto. Ja, je kan liegen, maar het is echt zo. Ja. Het is alleen deze foto. Ja, en ik weet ook wat dit is. Wat is dit dan? Dit was mijn eerste, niet mijn allereerste, maar jawel. Een van mijn eerste shows in Amerika. Hier was ik zo trots dat ik echt in een arena stond. Ja. En ik moest toen openen, want er stonden allemaal grote DJ's na mij. En binnen, ik moest 5 minuten voordat ik opkwam, was de hele zaal nog leeg, op de arena leeg. Ja. En ik zeg zo, jongens, er staat nog niemand. En hij zegt, komt goed. En 2 minuten voordat ik op moest, rende ze naar binnen. Nee. Ik ging op en het was dit. Vol. Ja. Maar hoe fucking vet. Weet je wat ik zo grappig vind? Nou? Eerst wist ik, ik wist helemaal niet wie je was. Nee. En toen kwam je op tv met je vader. Ja. Super, weet je, bekende vader, bekende moeder. Real life soap. En toen ineens was jij DJ. Maar in mijn belevenis was dat van nul tot deze arena. Maar wat was hiervoor dan? Nee, kijk, wat het is, er zijn heel veel mensen die komen op televisie en die gaan dan DJ of draaien. Ja. Ik stond al op Tomorrowland. Ja. Ik had al een plaat met Chesto. Ik had al 3 jaar een DJ-carrière. En toen kwam ineens het hele televisieding op mijn pad. En toen werd mijn management benaderd van, we zoeken nog een gek die muziek maakt. En gevonden. Ja, toen waren ze heel snel bij mij. En zeker inderdaad met mijn pa en ma. En er zit best wel een apart verhaal. Maar ik liep al lang. Ik toerde al in Azië en in Amerika. Ja, wat voor tatoeage. Dat zie je natuurlijk. Maar deze is jouw laatste tatoeage, ja, hè? Ja. Hoe pijnlijk, op een schaal van 1 tot 10, was deze tatoeage? Van tevoren zei iedereen, dit wordt echt een 10 qua pijn. Ja. Uiteindelijk deed het veel pijn, dus geef ik het een 8. Ja. Maar door de tijd dat ik heb gelegen, wordt het een 9,5. Ja, want ik heb echt bijna 7 uur... Heb je me 1 keer gezet? Ja. Nee! Ja. Oh, maar dit moet je echt jou voor zijn, om dat 1 keer te zetten. Maar vertel even, wie zijn dit? Ik weet het natuurlijk. Ja, dat zijn mijn papa en mama. Ja. En jij? En ik in de kinderwagen. En deze foto staat... een soort van symbool voor dat ons familietje toen, of ons gezinnetje toen nog goed was. Ja. En niet heel veel daarna, werd er genoeg een gebeurd? Soort van genoeg privébende en zo. En toen dacht ik van ik wil er iets moois boven zetten. En ik wil niet La Familia erboven. Nee. Toen dacht ik, wat zijn wij nou hier? En dat was Klaasens. En dat is mijn echte naam. En iedereen kent mij vaak als Tony Peroni Junior. Ja. Mijn vader Tony Peroni heet. Maar dit is mijn echte achternaam. Oh, dat wist ik ook echt niet eigenlijk. Ja. Als je jou zou zien voor het eerst, zou je zeggen, wow. Maar je bent ook nog eens fucking lieve gozer. En wat door al die gekte, ik hou hier heel van. Ik vind hem eens bloedknap. Als je deze foto's ziet, even serieus. Dat vind ik echt een mooie kop hebben eigenlijk. Vind je dit niet mooi? Nee. Waarom niet? Ja, ik vind mezelf een beetje, met dat knotje, ik vind het allemaal niks. Maar dat opgeschoren, dat vond ik helemaal niet. Nee, het maakt niet uit of je een knotje hebt of niet. Je bent gewoon knap. Maar filter jij ook? Wat? Filter jij? Of bewerk jij foto's? Ja. Nou, vroeger, hier deed ik dat best wel veel. Ja? En nu, het is een klein beetje VSCO gooi ik erover en dat is het lekker. Wel hoor. Gewoon. Maar hier had ik volgens mij net Facetune ontdekt. Ja, helemaal glad. Laat eens kijken, even dichtbij. Ja, hier zat ik nog met Facetune die tanden wit te maken, dat doe ik allemaal niet meer. Nee, dat deed ik ook, maar ik leek op een gegeven moment echt niet meer op mezelf. Nee. Maar ik doe echt juist alleen 20% VSCO erop en net zit. Ik heb gewoon nu een goede camera. Want die Instagram game is wel belangrijk. En misschien als je nieuwere foto's ziet, dan doe ik ook echt wel iets meer moeite in hoe foto's eruit zien. Dit is een hele mooie foto. Ja, dat is volgens mij in dezelfde tijd als van die eerste foto. Juist. Ja. Toen was ik op tour in Amerika. En ik zat naast een oud stel. En toen realiseerde ik eigenlijk waar het leven om ging. En op het gebied van liefde. Is dat iemand vinden waar je 7 uur mee
in een vliegtuig kan zitten naast elkaar. Lekker kan blijven praten. Lachen met elkaar. En het mannetje heeft echt gewoon 6 uur lang de knie van zijn vrouwtje zo vastgehaald. En ze waren echt 90 jaar of 80 jaar. En dat symboliseerde zo voor mij van... Hier doe ik een moord voor. En alles wat ik doe, al die showfoto's... Uiteindelijk is dit... Is dit waar het om gaat? Ja. Waar je naar op zoek bent? Ja, nou niet op zoek nou, bent, ja, maar waar... Wat je uiteindelijk naartoe wil. Juist. En dat vond ik oprecht zo vet. En dat heb ik toen gepost. En dat je ook nog vist. Wat je vist. Ja, dat zit wel echt... Ja, kijk, heb je hier mijn hengel. En hier mijn favoriete vis, dat is een snoek. Ja. 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 Je bent echt een vis, of niet? Dit was mijn eerste karper die ik ving. Echt, Heb je opgegeten of heb je hem nee, terug? Natuurlijk niet. Nee, kan je karpers eten? Ik eet geen vis. Je kan in feite alles eten, maar sommige, ja, dat smaakt gewoon niet lekker. Nee. Maar ik vis niet om ze op te eten. Ik vis, echt gewoon voor de sport. Ja, ja. En doe je dat nog steeds? Ja, als ik tijd. Luister, ik heb een. Je ziet het hier, een heel chaotisch leven. Ja, ja, Er is geen één dag normaal. Als ik even ga vissen, dan ben ik even man, natuur, jagen. Ik denk aan niks. Het enige wat ik denk is vis. En dat is fijn. En nee, dat kan dat verschil, dat is gewoon heel fijn. Denk ik even gewoon aan wat ik ga doen en waar ik sta. En dat is gewoon even een chillpunt. Het is maar 3 uurtjes. Maar ik heb mijn eigen boot. Puur ontspanning. Ja, puur ontspanning. Oh, ik ga met je mee vissen. Ik heb eigenlijk ook ontspanning nodig. Ja? Maar ik heb het in alles gezocht, maar ik heb het nog niet gevonden. Maar misschien moet vissen. Ik heb een eigen bootje. Want de Maasvijse plas is lekker, hoor. Zie je ons samen vissen. Ja. Met de zonsondergang. Drink je dan ook een wijntje erbij? Ik drink eigenlijk alleen met shows, maar... Voor jou maar een... Echt waar? Drink je alleen met shows? Ja. Dus thuis nooit? Want je bent ook weer heel gezond, want je sport veel. Ik ben nu een beetje aangekomen. Maar het is wel door het vliegtuig voeren en het vliegveld voeren en zo. Maar aangekomen, hou eens op. Kijk, deze foto is ook zo heerlijk. Ja, ik vind het natuurlijk allemaal lekker. Ja. Ik ergens niet tegen kan, zijn cadeaus krijgen, complimentjes krijgen. Nou, dan zit je mij even in. Nou, schat, ik heb nieuws voor je, ik krijg geen enkel cadeau hoor. Ja, Oké, heel goed. Hey, de voorliefde voor Panther, luipaard, print en speciaal. Voor jou? Ja, dat vind ik heel mooi. Nou, speciaal voor jou. Ja. Want je hebt ook een auto, die zit er ook bij. Ja, dus we hebben al je foto's. Moet je zoeken? Zit die niet? Nee, die zit ergens. Ja, kijk! Maar dit is dus jouw auto. Ja. Even serieus. Je gaat dus naar de winkel. Ja. Hallo, ja, ik wil een Audi A8 limousine kopen en ik weet een beetje wat het kost. Dat maakt niet uit verder. En dan zeg je... Nou ja, ik zeg niet in de garage waar ik deze heb gekocht van dat die luipaard print. Maar ik zei, ja, ik wil gewoon een ruime auto. Ik wil een Audi. En ik wil gewoon de beste. Ik dacht, maar ja, ik wil even wat geks ermee doen. Wie gaat nou zo'n auto eruit laten zien? En, krijg je veel reacties als je op straat gaat? Ja, je kan niet normaal rijden. Echt overal foto's, filmpjes. Als ik bij shows sta, iedereen selfies maakt. Ja, het is niet normaal. Maar je hebt ook een scooter. Ja, Vespaatje lekker. Ook Panther. Ja. Hier, kijk, gaat hij hoor. Ik was toen net op tv en toen zag je al in aflevering 1 of 2 dat ik een beetje van luipaardprint hield. En toen werd ik gebeld door een bedrijf. Hey, ik heb hier een scooter staan voor je. En toen kon ik mijn scooter... Oude scooter inruilen voor die. Zeg, nou, het is geen deal. Ja. Wie is dat? Dat is Max. Nou, dat is een knap wijf. Tenminste, dit is knap. Ja, het is nu al 9 maanden uit. Ja? Ik was klaar mee. Want? Ja. Hoe lang ging je met elkaar? 1,5 jaar. Ja. Maar wel echt intensief. Ik kwam erachter dat bepaalde gedachtes in het leven staan, niet... lang zouden werken. We zouden niet om op die foto terug te komen in het vliegtuig. Dat zou niet, dat zou niet gaan lukken. Zijn. En ja, ik wilde haar geen pijn doen, maar ik dacht het is beter als we het niet doen. Ik was er gewoon klaar mee. Oké. Okay. Ja. Is het moeilijk om met jou een relatie te hebben, denk je? Ja. Want? Er is een vlam in mij en dat is dat ik mezelf wil bewijzen met mijn carrière en doelen heb en wil behalen. Om weer terug te komen op dat fotootje, halen. Snap je? Ik wil kinderen later, die wil ik een goede jeugd geven. En als ik dus zeg maar een nacht op de bank zit bij mijn vriendin, dan gaat dat vlammetje, dan gaat een soort van jeuken. En dan word ik gek en dan wil ik de studio in. Ja. En als ik dus 4 dagen op vakantie ga met mijn ex toen, dan vond ik dat wel lekker, maar ik wist in mezelf, ik kan nu ook in de studio zitten en werken. Ja. En dat is denk ik voor een vrouw heel moeilijk. Maar aan de andere kant, ik heb wel aan mezelf kunnen laten zien en ook aan haar dat ik wel een goede vriend kon zijn. Ja. Ik was 5, 6 jaar vrijgezel, ik neukte alles wat los en vast had. Mag ik dat zeggen? Ja hoor, ik zeg mij niet hoor. Ik zat heel los en ik zat heel vast. Maar mij niet. Oké, nee, maar ik dacht echt van, is dit het enige wat ik kan, zeg maar. Na een uur was ik er klaar mee en toen ontmoette ik dus haar.
En ik heb wel naar mezelf bewezen dat ik een vriend kan zijn of een man kan zijn. Maar op dit moment in mijn leven ben ik er gewoon nog niet aan toe. Nee, maar jij moet nu knallen, je moet nu vlammen. Maar stel nou, dan kijkt iemand, waar moet nou een perfecte partner voor jou aan voldoen? Maar gewoon... Nou, even uit, dan gaan we het even door tweeën. Uiterlijk-wise, goede billen, mooie handen en voeten, tanden. En ze moeten een goede lichaamsgeur hebben. Heel belangrijk. Ja, maar ik heb het dan ook echt over de poes in de ochtend, de oksel. Gewoon all the way. Nee, dat vind ik echt belangrijk. Ja, innerlijk. Ja. Maak het verder niet uit. Ja, nee. Als mij gaat het. Nee, maar daar ben ik dus wel echt achter gekomen. Ze moet gewoon niet te veel waarde hechten aan social media en dingen laten zien. Kijk, ik moet het doen omdat ik een carrière erin heb. Ja, en ik heb juist dan als ik even mezelf terugtrek met mijn wijfie, dat ik dan dat even niet wil hebben. Nee, tuurlijk. En ze moet een beetje vrij zijn. Een beetje kunnen koken, ja. Ja, goed zijn in bed, dat vind ik erg belangrijk. Jezus. Ik ben wat gewend natuurlijk. Ja, nee, maar dat is wel belangrijk. Seks is wel een graad beter. Nou, maar echt. Ja. Ik zoek dat ook, maar dan in een mannelijke versie. Maar ook nog niet gevonden. Nee? Maar ja, hoe oud ben je nu? 27. 27. Je hebt toch geen haast, toch? Nee. Nee, dat bedoel ik. Oh, ah ja. Oh shit, ja. Die raakt mij echt wel. Want? Ja, omdat dit is met mijn mama en mijn opa. Ja. Dat was laat. Dus even deze foto's. 10 dagen geleden of zo, ja. Een filmpje gezien ook. Ja, opa was... Ik dacht een maand geleden toen ik bij hem was, anderhalf maand geleden, dat hij echt het niet meer zou redden. Hij is het ziekenhuis ingegaan. Ik zag die man en ik schrok zo erg. Ik denk, nou, dit is de laatste keer dat ik hem zie. En sinds dat moment dat ik met hem ben geweest, ik heb echt een uur samen met hem voetbal zitten kijken en vastgehouden. En sinds dat moment is hij een soort van weer beter geworden. En hij is nu weer thuis. En dit is de foto dat hij een paar dagen thuis was. Ben ik naar hem toe gegaan. Oma wil nooit de foto's, dus die was thuis. En mama zit naast me. Dus ik zie mijn moeder ook heel weinig. Ja. En opa was weer iets aangekomen en uit het ziekenhuis. Dus het was een mooi moment. Het was een heel mooi moment. Het was echt een heel mooi moment. Ben jij bang om oud te worden? Ik ben niet bang om oud te worden, maar ik ben bang om te snel dood te gaan. Als ik bijvoorbeeld dood zou gaan en ik heb nog geen kinderen op de wereld gezet, dan heb ik gefaald in het leven. Maar je levenswijze, want je bent wel heftig, weet je. Ja. Je bent er ook heel open in, je drinkt en doet en dat. Maar zou je dan dat ook niet moeten... Nee, kijk, ik leef gewoon. Ja. En er zijn genoeg mensen oud geworden die gewoon leven. Maar kijk, luister, even voor de duidelijkheid. Ik heb nog nooit in mijn leven drugs gebruikt. Ja, goed. Nog nooit. Vind ik heel tof. Ik drink alleen met shows. En na mijn show ga ik over op het water. En dan heb ik al wel 10 bier op 4 vodka. Maar dat maakt niet uit. En ik probeer gezond te eten. En dat lukt soms ook niet. Dus zo heftig is mijn leven. Nee, valt er nou van mee. Grappig. Maar dus je eigenlijk word je steeds meer, nog meer mijn droomman. Dit is je vader. Ja. Ja, maar ja, iedereen zegt, oh, wat lijken jullie op elkaar. Ja, grappig. Maar zie ik wel eens mijn moeder in Ik vind jouw moeder... Ja, ik vind jij ook wel heel erg op je moeder lijken. Ja. Zou je haar ooit nog zo kort doen? Aan één kant? Weet je, ik ga het jou eens vragen. Wat moet ik nou met mijn haar? Want het groeit maar en het groeit maar. Ja, dat is heel goed. Het is echt nu ongeveer zo. En wat moet ik er nou mee? Judith, wat vind jij? Lang houden, ja, zeker wel. Ben je niet goed met je bek? Zal ik hem even uitdoen dan? Ja, doe eens even los. Ik heb gisteren dus mijn haar gewassen met crème, spoeling en shampoo. Dus het was één pluizenbos vanochtend. Dus ik denk, doe even een... Nee man, je kan hier alles mee. Als je er geen zin in hebt, dan doe je het lekker in de knot. En als je ik vind nee man, dit ben jij. Zit dit een beetje oké nu? Nou, dat wil ik niet per se zeggen, maar... Nee, het is kut hè? Nee, het is prima. Het is prima. Het is echt de pluis wel nu. Nee, ja, maar dan hou ik het wel gewoon lang. En vrouwen vinden het ook wel Nee, wel dit lekker. Past bij je man, dit is top. Ja, ze vinden het een soort Tarzan haar, dus ja. Dat is wel goed, dat is een beetje kroelen. Helemaal leuk. Hé, maar luister, je hebt die real life op gehad bij RTL. Je bent heel erg aan het vloggen, het gaat hartstikke goed. Ja, super tof. Absoluut, ja. Wat zijn nog meer buiten het feit dat je natuurlijk alle shows doet, dat je allemaal mooie dingen gaat doen? Heb je nog een mooi doel voor het aankomende tijd? Want je denkt, oh, dat wil ik nog wel, dat vind ik zo tof vinden. Ja, ik heb muziek-wise heb ik echt heel veel liggen. Ja. Ik ga heel veel shows doen. Maar op het gebied van YouTube heb ik een bepaalde visie. Ik wil eigenlijk iedere dag een heel mooi filmpje neerzetten. Inspirerend zijn voor mensen en laten zien waar het leven echt om draait. Maar ga je elke dag uploaden? Doe ik al 3 maanden. Ja, bizar. Ja. Maar hoe hou je dat vol? Doe je het zelf ook, editen en alles? Nee, dat doet mijn tourmanager. Wij doen het wel echt met z'n tweeën. Dus we bedenken de verhaallijnen op een saaie dag, zeg maar. En ik schiet, hij edit.
Ik vind dat er gewoon te veel vloggers en grote mensen met heel veel bereik hebben die gewoon een verkeerd voorbeeld geven. Ja. En daar kijken mensen naar en die denken dat het maar normaal is om zo'n riem te hebben, anders hoor je er niet bij. Of, en ze dus stel je zou iets zeggen over die riem. Ja, dus zeg ik, jongens, ik heb deze riem gekocht, maar hij boeit me niks. Maar ik heb hard gewerkt de laatste maanden en ik dacht, ik koop een cadeautje voor mezelf. En dat is iets heel anders dan 6 foto's met het logo, ja, en laten zien. Oh, wow. Ja, het is, snap je, dat is een beetje de ding. Nou, en ja. Ik heb het niet eens alleen over merken, maar ook hoe er gewoon gecommuniceerd wordt. En ik wil gewoon die andere kant laten dat zien. Nou, het is wat purer. Je bent gewoon puur. Je bent Tony en dat ben je. Dat is super top. Dus je moet er sowieso volgen op zijn YouTube kanaal. Maar dat gaan we je linken of daar. Ergens is er een linkje of whatever. Maar we gaan nog een foto namaken. Ja, ik ben oprecht heel benieuwd welke ik dat ben is. Oprecht ook heel benieuwd. Als het maar niet een... Ja, jij weet het al lang. Nee, ik weet het echt niet. Als het maar niet zo... Maar we gaan nu kiezen. Ik denk deze. Ben je er klaar voor? Zeker. En we hebben 30 seconden ervoor. Dus we kunnen kijken. En om dan de foto na te bootsen. Ja. Oké. Okay, klaar voor? Ja. Oké. Okay. Oh ja, dit is te doen. Jij zat te doen. Wie is dit? Jij weet het niet? Nee. Dit is Steve Aoki. Met deze man heb ik een plaat gemaakt. Supergrote DJ. Supergrote DJ. Oké, jongens. 30 seconden. Oh. Jij hebt ook me bij mijn gezicht. Ja. Ik had een bril op mijn hoofd en een pet. En een pet. Wat had ik ook alweer? Ik had hier. Wat had ik nou? Ik had hem ergens. Lang zwart haar. Lang snor. Zwart haar. Heb je een snor? Nee, ik heb geen snor. Oh. Wacht even. Hey, hoe gaat het met de tijd? Je moet zien. En dan? Oh. En ik? Wat heb ik? Ik heb geen baard. Ja, ik heb een... Ik zou zo je wangen opblazen en me bij mijn mijl pakken. Ja. Ik lach. Vonden jullie nou een hele leuke video met die heerlijke Tony? Ah. Of een sexy video? Dan moet je even je duim in de lucht doen. En abonneren met je bek. En abonneren is met 1 B en dubbel N. Hoe heerlijk! Lijkt je een beetje? Absoluut. Echt? Oh. Ja, gaat jij lijkt ook op Tony. Dat is niet normaal. Niet te doen. Laat gaan!